Vincent van den Berg, wat dacht jij afgelopen zaterdag in de 20e minuut toen Katwijk 0-2 maakte? Ja, dat je een hele moeilijke wedstrijd speelt. En dat je een heel hoop werk moet verrichten om dat weer om te buigen. Ja, en als het dan 3-0 wordt voor rust, dan is het wel een beetje klaar. Moet ik zeggen dat na de rust dat je wel weer met een positief gevoel naar buiten gaat. En dat je volop probeert om die aansluitingstreffer te maken. Ja, en dan wordt het 4-0 door wederom een fout. En dan is het wel echt klaar. Ja, en dan kan ik ook begrijpen dat het na afloop en zeker op maandag wel eventjes een hartig woordje wordt gesproken met elkaar. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk als je 4-1 verliest. En er wordt inderdaad gesproken, maar ja, toch is er vrij, nou ja, niet luchtig mee omgegaan, maar er zijn geen beelden bekeken bijvoorbeeld. En we hebben ons echt weer onze focus gelegd op de volgende wedstrijd. En we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat we Katwijk en IJsselmeervogels thuis hebben gehad, wat gewoon twee hele goede clubs zijn. Ja, en denk ik de eerstkomende wedstrijd is GVV uit komende zaterdag. Dan moet je denk ik wel weer als team naar zelfvertrouwen op zoek. Ja, inderdaad, een beetje terug naar de basis. We hebben vorig jaar natuurlijk een heel goed jaar gehad. En iedereen denkt zomaar dat wij dat even weer op de mat leggen. Waaronder wij ook, uiteraard. Daar gaan we vanuit. Maar dat is altijd niet zo vanzelfsprekend. Er zijn een paar andere poppetjes die ingevuld moeten worden. Jongens moeten wennen aan het systeem. Nou, soms moet je even terugschakelen om dan daarna weer vooruit te kunnen schakelen. Is dat dan toch een beetje onverwachts gekomen? Want je hebt een heel goed gevoel afscheid genomen van vorig seizoen. Dan hoop je toch misschien wel daarin door te pakken. Ja, kijk, wij vorig jaar begonnen we natuurlijk ook niet goed aan het seizoen. Nu zou je zeggen, we zijn nu een ingespeeld team. Voorbereiding redelijk gedraaid. Maar komen een paar lastige wedstrijden gelijk op begin. Jong Volendam uit was voor ons gewoon lastig. Een lastige wedstrijd om te beginnen. Ja, dan heb je Katwijk en IJsselmeervogels thuis. Ja, dat is niet het leukste begin in de tweede divisie. Dan zaterdag, zoals al gezegd, GVV uit. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Het zijn meestal wedstrijden met weinig goals en toch altijd wel redelijk goed voetbal. Ik begreep dat hun een iets compacter systeem spelen dan normaal. Dus ik denk dat wij ons daar tegen moeten wapenen en zorgen dat we niet in de val lopen. Wanneer is zaterdag de wedstrijd tegen GVV geslaagd? Alleen bij winst.